Yo gasten, Gameboos hier, welkom bij een nieuwe video. Vandaag speel ik een keer een heel ander spel. Ik speel namelijk het spel Trackmania. Misschien dat sommigen me wel kennen, misschien sommigen niet. Het lijkt wel een beetje op GTA racen. Het is in ieder geval een super spel, een vet spel, wat ik ziek veel heb gespeeld. En het was gratis voor op de Xbox. Dus ik dacht, weet je, ik ga het gewoon downloaden en ik ga het een keer spelen. Kijken of jullie het leuk vinden. Weet je, ik heb het nu een tijdje gespeeld. Gisteren heb ik het gespeeld en ik vond het echt gewoon weer super leuk om het te spelen. Ik heb denk ik, ja, ongeveer 5 jaar geleden heb ik dit zoveel gespeeld. Dus echt niet normaal. Maar nu wordt het dus de eerste keer dat ik het speel op YouTube. Als jullie er zin hebben, smash allemaal dat duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En als we deze video de 1500 likes halen, ga ik Trackmania binnenkort nog een keer spelen. Dus als je het wilt dat ik binnenkort nog een keer ga spelen, laat allemaal dat duimpje omhoog achter. En we gaan gewoon lekker online racen doen. Je hebt allemaal van die rooms en dan kan je gewoon lekker korte potjes spelen. En dat gaan we dus ook doen. Wel eentje met een aantal mensen erin. We doen deze wel. Er zitten 17 mensen in en wat dit inhoudt is dat je dus gaat racen en dan heb je om de 3 minuten heb je een nieuwe map en dan moet je binnen die 3 minuten zo snel mogelijk de tijd halen. En als je eerste wordt krijg je best wel veel punten en als je derde wordt ook nog wel en als je bijvoorbeeld tiende wordt dan krijg je heel weinig punten. En dan heb je een ranglijst in Nederland, in je provincie en wereldwijd. In ieder geval dat krijgen jullie allemaal zo te zien. Nou, hier gaan we. Hoe lang heb ik nog? Volgens mij beginnen we helemaal van het begin. Oké, dat is chill. Eerste keer moet ik natuurlijk altijd een beetje de race een beetje onderzoeken. Weet je, trouwens hier voor me zie je allemaal mensen die ook aan het race zijn. Oké, ik had niet genoeg snelheid. Eventjes helemaal opnieuw beginnen. Kijk, zoals jullie ook zien, rechtsboven zie je de tijd. We hebben dus nu nog 2 minuten 40 seconden. Nu haal ik deze jump sowieso wel. Ik ben benieuwd hoe deze map gaat. En dan gaan we hier langs. Ojo, daar waren allemaal boosten. En dan gaan we hier, oh die looping. Oké, jij kan trouwens ook van camera verwisselen. Dat moet ik zo meteen ook doen. Trouwens, ik heb dit spel echt dus 5 jaar lang niet gespeeld of zo. Maar gisteren toen ik het weer speelde ging het echt vet goed. Ik werd gewoon echt meteen een paar keer eerste en zelfs, ja dat is echt niet normaal. Dat had ik niet verwacht. Oké, nu even van camera veranderen. Hier langs en dan is daar de finish al. Oh nice, ik sta nu al tweede. Kijk, ik zei het toch, ik ben het nog niet verleerd. Maar ik wil natuurlijk eerste worden. Dus daarvoor gaan we nu racen. En ik moet gewoon even diep. Eerste bocht, dat is het belangrijkste. Dat je die perfect neemt. Nou, die was niet perfect. Maar ik ga wel even doorracen. Misschien dat ik mijn tijd toch nog kan verbeteren. Oh, trouwens, ik drukte per ongeluk op rond. Ja, maakt ook niet uit. Die eerste bocht was niet perfect. Ik moet die eerste bocht echt perfect langs de zijkant. Ja, kijk, zo moet je hem hebben. Dan ben ik waarschijnlijk bij de eerste checkpoint. Bij de eerste checkpoint. Nu even hier camera veranderen. En deze bocht ging ook perfect. Sta ik dan eerste nu? Nee, net niet. 100ste kom ik tekort. Oké, snel nog een keer. 100ste, dat is helemaal niks. Oké, let's go. Dan moet ik die eerste bocht weer even perfect nemen. Ik vind het zo'n geweldig leuk spel, jongen. Echt niet normaal, hè? Die eerste bocht, ik denk het niet. Oeh, ja. Nee, 400ste eronder. Weet je, dan kan je al meteen overnieuw beginnen. Want dan haal je het toch niet meer. Je moet die eerste bocht, moet je gewoon minimaal even snel hebben als net. Ja, die ging op zich wel prima. Even kijken. Hoe snel? Ja, 100ste slomen. Nou, dat kan nog wel. De tweede stond ik in de tussentijd. Moet ik hier echt heel strak langs. En die ging heel goed. En ik zei eerst, yes, ik ben nu 100ste sneller als de nummer 2. Holy shit. Maar hoe lang hebben we nog? We hebben nog 50 seconden. Dus ze kunnen mij natuurlijk ook weer inhalen. Maar misschien dat ik deze gewoon ga winnen. Het zou heel nice zijn. Gewoon meteen het eerste. Oh, die bocht ging echt perfect. Oh, nice. Oké, ik sta nu eerst in de tussenstand. Dus als ik dit nu even goed doe. Ah, shit, net iets te scherp. Dat is wel balen, want je moet natuurlijk risico's gaan nemen. Maar ik sta nog steeds eerst in de tussenstand. Ik hoop niet dat ik zo ingehaald word. Oké, die eerste bocht. Truim. Opnieuw. Ik denk dat dit wordt bijna de laatste kans. Want deze map duurt 15 seconden. We hebben nog ongeveer 20 seconden te gaan. Ja, die ging ermee door, die bocht. Nou, ik ga niet nog een keer opnieuw. Want dan ben ik bang dat het hem niet meer gaat worden. Ik sta trouwens nog eerst. Dus het maakt in principe niet uit. Ga ik mijn tijd nog verbeteren? Nee, net niet. Met deze tijd zou ik derde zijn geworden. Maar ik denk dat het nu voorbij is. Nog 7 seconden. Ik sta nog steeds eerste. Dus hopelijk ga ik dat blijven. Kom op. 2, 1. Ja! Nice. Gewoon meteen het eerste potje. Ik word meteen eerste. Het scheelde trouwens helemaal niks. Het scheelde 100ste met de nummer 2. Maar dat vind ik ook het leuke. Dit zijn van die kleine maps. Waar de verschillen zeg maar heel klein zijn. En hier zien jullie trouwens de tussenstand van Gelderland, van Nederland. Ik sta natuurlijk nog niet heel hoog.
Ik vond de map leuk. Maar in de loop van de tijd kom je natuurlijk steeds hoger. Hoe meer je speelt. En helemaal als je vaak eerste wordt. Dan ga je natuurlijk redelijk snel omhoog. En hier zien jullie mij op plekje nummer 1 staan. Namelijk Ajoran. Ja, zo heet ik met dit spel. Maar nu gaan we weer even wachten totdat het spel weer is geladen voor de volgende map. En hopelijk kan ik die weer winnen. Yes, de volgende map is gereed. Dan kunnen we nu beginnen. Let's go. Ik hoop dat ik gewoon meteen vanaf het begin af aan meteen eerste zou kunnen komen worden. Dat zou wel heel nice zijn. Oeh, dit is wel een hele scherpe bocht. Ja, het ging niet echt lekker. Ja, je moet natuurlijk al in het begin gewoon de map een beetje ontdekken. En dat doet iedereen. En dan is hier weer een checkpoint. En dan moeten we hier weer de bocht door. En dan, oh, yo, dit zijn echt scherpe bochten. Dit soort maps zijn best wel lastig. Maar ik weet niet hoe de map een beetje gaat. Ik sta wel meteen eerste. Niet dat dat heel veel uitmaakt, want die tijd wordt toch nog wel verbeterd door andere mensen. Maar wel leuk. Dan sta ik van het begin af aan eerste. En dan hoop ik dat ik dat zo vast kan houden. Nou, die was net te ruim, die bocht. Maar gaat ermee door. Oké, volgende bocht. En dan moeten we hier weer eventjes ietsjes remmen. En dan, oh nee, net niet. Dat is wel echt, daar moet je wel een beetje snelheid houden. Maar dat is natuurlijk sowieso het hele doel van het spel. Dat je natuurlijk je snelheid moet houden. Maar dit is op zich, oh ja, ik weet al. Deze map, volgens mij heb ik deze wel ooit een keertje eerder gespeeld. Ja, weet je, de maps zijn nog wel redelijk hetzelfde. Tot toen ik het een paar jaar geleden speelde. Kijk, dan ga je hier via de zijkant botsen. En dan ben je op die manier veel sneller. En dan, ja, dit was hem. En dan moeten we nu hier even oppassen. Oeh, die ging niet echt lekker. Dat ging een beetje fucked up. Volgens mij ben ik ook slomer. Ja, ik ben nu gewoon slomer als mijn eerste tijd. Oké, dan gaan we opnieuw. Maar zo moet je die eerste bocht dus nemen. Dan ga je gewoon meteen kantelen en dan hou je in principe veel meer snelheid. Ondanks dat je botst. Dus dan boom, botsen. En dan hier langs. En dan hier moet je wel remmen, denk ik. Dus hier remmen. En dan moeten we hier even die bocht goed maken. Hier even remmen. Oh ja, die ging wel redelijk goed. Dus ik hoop dat ik nu dit een beetje goed maak. Ah, shit. Daar had ik wel iets meer snelheid nodig. Ik denk dat ik het daar een beetje heb verprutst. Ja, inderdaad. Ik ben niet snel geworden. Ik ben trouwens ook ondertussen uit de top 3. Dus ik moet even mijn tijd verbeteren. Ik wil in ieder geval in de top 3 eindigen. Dat is sowieso mijn doel. Dan doen we weer hetzelfde trucje. Bats. En dan houden we daar redelijk veel snelheid. Hier weer even remmen. En dan ging dat allemaal tot nu toe prima. Moeten we hier even snelheid houden. Oké, dat ging ook nog wel. En dan, die bocht ging niet goed. Je moet daar een beetje schuin landen, dat je een beetje kan driften. Dat is zeg maar wel handig als dat daar gebeurt. Trouwens, ik vind het zelf echt super vet spel. Maar als jullie zeggen, yo, ik wil liever dat je gewoon Clash Royale en Clash of Clans blijft spelen. Dat kan natuurlijk ook, dus laat maar gewoon weten in de comments wat jullie ervan vinden. Maar we gaan weer even verder. Come on, ik moet even in de top 3 komen. Ik ben echt vet ver gezakt, dus, shit. Come on. Ah, nee. Dit wordt mijn laatste kans. Ik moet het nu goed doen. Dus ook al gaat er nu iets fout, dan race ik gewoon door. Want als ik nu opnieuw ga, dan haal ik het namelijk niet meer. Bats. Hier via de zijkant. Oké, nou, die eerste bocht ging ermee door. Hier even remmen. Die ging op zich wel redelijk goed. Gaan we hier even remmen. Ah, shit. Veel te ruim. Kijk, dit bedoelde ik. Ja, shit. Laat maar. Oké, ik ga mijn tijd niet meer verbeteren. Oké, dit was wel een stuk minder goede met deze. Ja, ik vond deze map ook niet heel chill, maar ik ben nu 60 geëindigd. Nou, dat is wel een stuk minder goed als eerste natuurlijk. Maar we gaan hierna gewoon nog een map spelen. Misschien dat het dan wat beter gaat, want ik wil natuurlijk gewoon wel, ja, nog een keer, één keer in de top 3 komen. Dat ga ik sowieso proberen. Nou, volgende map, let's go. Het is echt net begonnen. Oh, dit is op zich wel een lekkere bocht. Dan gaan we hier omhoog. Dan is hier de eerste checkpoint. En wat gebeurt hierachter? Oh, sick. Die zag ik even niet aankomen. Dan is hier weer een checkpoint. Eigenlijk boeien die checkpoints niet. Als je een fout maakt, dan kan je beter opnieuw beginnen. En dan is hier de finish. Oké, nou, ik heb de map nu in mijn hoofd. Dan moeten we het nu even goed gaan racen. Hier meteen een scherpe bocht. En dan hier weer een scherpe bocht. Ja, eigenlijk moet je daar iets meer snelheid hebben. Ik weet niet of die echt goed is gegaan op deze manier. En dan was hier een bocht naar links. En dan moesten we hier weer een bocht maken. Ja, die ging prima. En dan ging dit iets minder goed. Oké, dan gaan we weer opnieuw. Come on. Ik sta trouwens nog derde. Nou ja, waarschijnlijk ga ik zo meteen wel wegstaan. Weet je, net stond ik ook eerste. Terwijl dat ik ook echt geen goede tijd had. En uiteindelijk werd ik ook zesde. Dus dat zegt eigenlijk niks. Oh ja, die moet je naar links. Shit, het is af en toe wel een beetje lastig om die hele map zeg maar uit je hoofd te leren. Nou, eigenlijk valt het ook wel mee met deze maps. Omdat het hele korte maps zijn. Dan is het ook wel te doen. Hier dus zo meteen naar links. Dan moet ik nu alvast een beetje daar naar sturen.
En hier die bord een beetje scherp maken. Oké, deze ging wel prima. Dan denk ik dat ik nu wel in de top 3 weer sta. Ik sta nu tweede. Maar nog steeds best wel een stuk slow als een nummer 1. Ik had ook wel het idee dat het nog een stuk sneller kon. Maar daar hebben we gelukkig nog even tijd voor. 1 minuut en 40 seconden. Ja, deze ging perfect. Dit begin ging echt heel goed. Sta ik nu eerst? Ja, ik sta eerst in de tussentijd. Dus als ik deze nu goed uitrace, dan is dit sowieso goed. Oké, dit ging perfect. Ja, deze gaat echt helemaal perfect. Gewoon perfect uitgerezen. En ik sta nu eerste. Best wel een redelijk verschil nog met de nummer 2. Wat trouwens ook een Nederlander is. Maar we gaan gewoon proberen mijn tijd nog sneller te maken. Ook al was hij natuurlijk heel snel. Als het wel, zou wel nice zijn. Dan word ik gewoon 2 keer eerste in deze video. Volgens mij botste ik niet. Maar daar komen we nu achter. Ik sta nu derde in de tussentijd. Maar ik weet niet. Ik race hem gewoon uit. Misschien dat ik het toch nog weet halen. Ik sta nu tweede. En come on, dan ben ik gewoon tweede in de tussentijd. Met deze tijd die ik nu heb, ja, dat maakt in principe ook niet uit. Ik ben niet omhoog gegaan. Maar dan zou ik ook gewoon in de top 3 staan. Dus holy shit, gaat echt lekker man. Ik moet gewoon weer vaker spelen. Dan vanzelf ga je het weer steeds beter onder de knie krijgen. Ik hoop echt niet trouwens dat ik nog wordt ingehaald. Anders, ja, dat zou echt fucked up zijn. Oké, deze ging prima. En sta ik nu eerst in de tussentijd. Ik ben 300ste slow-mo, maar ik let even niet op. Dit wordt waarschijnlijk een van de laatste keren, want we hebben nog 30 seconden hierna. En dan denk ik dat het hierna stopt. Oeh, die ging wel strak hoor. Heb ik nu een snellere tijd? Net niet. 500ste. Ben ik slomer als net. En dan hier deze bocht even goed maken. Oh yo, nice. Ik sta eerst in de tussentijd. Heb ik een nieuwe eerste tijd? Ja, ik verbeter mijn eigen tijd ook nog. Holy shit, dat is wel nice. Dan gaan we... Ja, trouwens, het heeft geen nut meer. We kunnen het niet meer halen. Dan gaan we wel even driften. Driften, oh yo. Dat doet altijd iedereen op het eind. Maar ik ben gewoon weer eerste geworden. Lekker hoor. Die nummer 4 trouwens was helemaal niet zo goed. De nummer 1, 2 en 3 waren redelijk dicht bij elkaar. Daaronder echt vet veel verschil. Maar ik ben weer wat plekjes omhoog gegaan. Maar dan was dit het voor deze video. Ik like sowieso deze map, want ik vond hem erg leuk. Ja, want ik ben natuurlijk eerst geworden. Dan is het eigenlijk automatisch al leuk. Maar mochten jullie dit een leuk spel vinden, ik heb het al gezegd, laat natuurlijk dat duimpje omhoog achter. En mocht je trouwens andere games hebben die ik moet gaan spelen, laat ook even weten beneden in de reacties. Maar dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk tot slot. Ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Yeah!